Hallo allemaal en welkom bij een extra video op mijn YouTube kanaal. Normaal doe ik dit echt nooit. Nooit van zo lang zoals leven zal ik dat ooit doen. Maar toch, bij deze doe ik het toch. Ik heb daarnet... Hoe moet je het zeggen? Ik was al geschrokken. Jeetje. T van de Zeeuw en Enzo Knol zijn uit elkaar. Ja, het is. Ik ben echt helemaal totaal geen fan van Enzo Knol. Ik vind het echt zo allemaal vreselijk nagemaakt. En alleen maar op geld en kijkcijfers gericht. Maar toch. Ja, jongens. Ja, ik kan wel zeggen dat het aan de ene kant ook doet het misschien, zal het me misschien geen reet interesseren wat het is, maar toch, het is zo. Ik weet niet wat er gebeurt, maar voor mij is er een explosie hier ook dat. Nou, ik ga weer even verder. Ik kan wel zeggen dat het me geen reet interesseert, jongens, maar aan de andere kant, jongens, het is wel een icoon. Het is wel iemand die YouTube een van de best bekeken YouTubers op het internet, op YouTube. En ja, ik vind toch dat ik er toch iets over moet zeggen. Ik ben zelf heel erg emotioneel iemand ben ik. En ik heb toch een beetje met tranen in mijn ogen gezeten. Ik had dit echt zo niet verwacht. En ik, ja... Toch, ik gun ze dit echt totaal niet. Dit is echt verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk in ieder geval. Ik kan het me echt niet voorstellen. Die twee uit elkaar. Die twee die zijn gemaakt voor elkaar. En nu is het toch echt over en uit. En toch doet het me wel wat. Toch is het wel iets aparts. Het is toch wel iets van, ja... Twee grote YouTubers... Samen met zijn broer natuurlijk. En het is gewoon... het is gewoon over, jongens. De koek is gewoon op. En als je... ik heb video dan helemaal gezien. En als je dan toch ziet van... we kunnen elkaar niet hetgene meer geven... waar het in de liefde en in de relatie om gaat. Ja, dan is dit misschien wel de enige reden... Is dat inderdaad de reden om het dan uit te maken en dat het over is en zo. Ja, het is echt, het is heel vreemd. Ik ben gewoon eerlijk en ik dacht in eerste instantie van nou is dit gewoon om kijkcijfers te trekken of zo. Maar nee, toen ik deze emotionele video zag, dat... Ik echt, nee, dit is echt, dit is real en jeetje, wat is dit enorm, zeg hé. Wat is dit een enorme impact? Ja, het is toch de impact die ik, ik had het niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben. Maar zoals ik al zei, Enzo Knol is toch een van de grootste YouTubers. En aan de ene kant, ja, ik vind het helemaal niks aan de ene kant, maar aan de andere kant is het toch wel iemand... Hij is ermee begonnen. En hij is er misschien niet bij begonnen. Misschien is Bardo Ellens er wel als eerst mee begonnen. Maar in ieder geval, hij is een grote YouTuber. En ook dankzij hem staat ik toch maar mooi hier op dit podium. Ik heb geen groot podium. Ik heb nog maar 120 abonnees of zo. Hij heeft er miljoenen. Maar toch, het is toch... het kwam best wel... keihard dan. En ondanks dat ik niet zo fan ben van Enzo Knol, wil ik toch hem en D heel veel sterkte en heel veel sterkte en heel veel kracht toewensen in deze moeilijke periode. Want dit is toch echt wel een
een moeilijke periode in je leven als je zo lang met elkaar bent en dat het dan uit is. Dat is echt ongelooflijk. Nou jongens, ja, normaal zeg ik altijd van joh, doe dat blauwe duimpje de lucht in, maar dit is niet iets om een duim voor in de lucht te steken. Nou, als je dat wilt doen, moet je dat zeker doen. Maar ik ga nu niet voor de duimpjes, ik ga niet voor de kijkers. Maar dit is gewoon even een losse video, omdat het, ja, het was toch best wel even een impact. Nou, ik zou zeggen, tot de volgende video. Jullie hebben het gezien, vandaag is de eerste deel van de vakantie uitgekomen. En morgen deel 2. En de aankomende weken kunnen jullie dus al mijn vakantievlogs zien op mijn YouTube kanaal. Ik ben inmiddels weer thuis. En jullie kunnen nu, ja, mijn vakantie is eigenlijk voorbij. En op YouTube gaat de vakantie voor mij beginnen. Dus dat is een hele gekke gewaarwording. Maar nou, in ieder geval tot de volgende video. En ik spreek jullie weer allemaal. Bye bye.